Jongens, we zitten nog steeds in een hartje herfst. De bladeren zijn van kleur aan het veranderen. De wind wordt steeds luider. De wind gaat steeds harder waaien. Wat stormt nog steeds? Nee jongens, ik heb het niet over celestial storms. Ik heb dit keer over de leuke boxen van... Ik heb hier staan Tundrus, namelijk Tundrus en Tornadus. Dus we gaan gewoon deze twee dozen ineens openen. Want we gaan er een stormachtige video van maken. Let's do it! En Tundrus gaan we dus doen, zoals dat we ze hier nou eventjes op de unboxingcamera eventjes zien. Dat is wel heel erg makkelijk. Laten we beginnen met Tornadus. Deze video is ook mede mogelijk gemaakt natuurlijk door Vaporeon en Jolteon. Voor regen en onweer, waarom ook niet. Dus altijd weer dat leuke, dat plastic. Ik moet hier gewoon zo'n klein mesje eigenlijk hebben, of een schaartje. Weet jullie wel? Maar zoiets, iets wat we even makkelijker maken. Maar sowieso krijgen we hier al een leuke promo al gelijk. We hebben Tornadus GX er dus gegarandeerd in zit. En weg met dat plastic, joh. Who needs some plastic? I don't. Do you? I don't. Echt niet? Zeker weten niet? Zeker weten niet. En ik zie me eigenlijk wel aan een keertje zo'n peperkapper krijgen. Weet je wel, zo hoor. Joink. Goed. Het grappige is, we krijgen hier dus een hele mooie promo kaart. Die ik heel voorzichtig hier even uit probeer te halen. Dat is altijd zo lekker om te doen. Zo. Kijk eens wat een mooie kaart. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Even kijken, Gasp voor 2 colorless energie, 50 damage en Wild Furry 90 plus flippen coin until it get tails en doet 30 damage meer voor elke keer dat je... Dat kan natuurlijk wel eens devastating zijn. En natuurlijk Disrupting Cyclone GX, discard all energy card from your opponent's active Pokémon en dan doet ook dit 130 damage. Kan een hele gemene kaart zijn natuurlijk. En is altijd handig omdat het is een kleurloze, dus hij zou in elk deck kunnen passen. Dus zeker een hele handige kaart, ik sleeve hem ook eventjes gelijk. Andersom. Want René mee geleerd. Want op het moment dat je hem in de mat doet, namelijk, dan gaat hij er zo in. En dan, ja, weet je wel, dan heb je al heerst of wordt het goed gecoverd in ieder geval. Sorry. Dus deze leg ik heel erg mooi aan de kant. We hebben dus ook 4 pakjes. En een codekaart. Die hou ik al even aan de kant. Dat is namelijk voor de, hoe heet dat, voor de GX-kaart zelf. En natuurlijk de Jumbo-kaart B-Legendary. Alleen dan dit keer met Tornadus, Tundrus en Landorus, die helaas nog geen promo-doos heeft. Dus zeker heel erg mooi. Ik leg die heel eventjes aan de kant daar. Deze die kan aan de kant. En we hebben dus 4 pakjes. We hebben weer een Celestial Storm, dus we zetten er een keer eentje bij. We hebben Burning Shadows. We hebben een Ultra Prism. En we hebben een Ancient Origins. Nou, weet je wat, laten we maar gelijk even beginnen met die Ancient Origins. Want Ancient Origins is ondertussen zo ancient als het maar zo in kan. Dus laten we die maar gewoon gelijk eventjes aan de kant flippen. Waarom ook niet? 3 stuks geloof ik, want het is een XY-serie. Draai de bol eventjes om. We hebben een Echo Arm. We hebben een Bellas. We hebben een Tyranitar Spirit Link. Omdat Mega Evolutie in X en Y natuurlijk er nog in zaten. Boomer, Beldum, Spinarak, Magikarp! Oké, Mimee die zou super trots zijn. Mimee zou super trots zijn dat we een Magikarp hebben. We hebben een Kumi! Een reverse hollow faded town en jongens, we hebben iets. Sorry, ik had al mijn vingers een beetje aan de zijkant gegooid dat het een beetje misschien te zien is, maar wij hebben een Mega Ampass EX te pakken gekregen, want dit waren nog in de EX-tijden. En we trekken al gelijk dus de Mega Ampass echt uit. Dit is zeker een hele goede start. Aangezien dat we de vorige keer, met de vorige weet je nog, met Celestial Storms, dat we daar die Elite Redenbox hadden en dat we daar eigenlijk dus niks uit hadden gehaald, ik vond het wel zo zonde dat we daar niks uit hadden gehaald. Echt serieus. Ik ben echt blij dat we nou dus gelijk beginnen eigenlijk met een goede opening. Magikarp kreeg natuurlijk ook een speciale plek op de bank. In verband met dat de spannende muziek mede mogelijk gemaakt is. Door onze Mimee zelf. Dus daarom wacht Magikarp natuurlijk heel mooi ook op de bands die bijkomen. En dit is natuurlijk onze Reversed Holo. Die hou ik ook heel mooi apart. Goed. Volgende pakje even kijken. We hebben Sun and Moon. We hebben Celestial Storm. Weet je wat we altijd op volgorde doen? Celestial Storm is de nieuwste. Ultra Prism was daarna. Dus laten we beginnen met Burning Shadows. We pakken gewoon even Burning Shadows. Nogmaals, we hebben 2 promodozen. Dit wordt dus dit wordt gewoon 1 video. We gaan niet 2 video's doen voor eigenlijk wat hetzelfde. Van, ja, je hebt net zoals bij Sumitoon en NT. Heb je dus eigenlijk gewoon hier dus ook. Pakjes, dat is alleen maar leuk. En ik probeer dus heel voorzichtig hier dan. Sommige pakjes gaan gewoon niet lekker. Ik heb trainingen gehad. Ik hoop ondertussen zoveel pakjes. Ik heb trainingen daarvoor.
Even kijken, dit is de moeders hebben er 4 nodig. En dan beginnen we dus met een hele mooie appeltjesgroen. Plumeria. Een Zeeboer. Super Scoop Up. Noibat. Alolan Grimer. Riolu. Cutiefly. Oh. Tailbiter. Nog een Noibat? Serieus hier ook al? Twee verschillende Noibats? Nee. Wacht eventjes, wat? Dit zijn 2 Noibats in één bakje. En het is zeker dezelfde. Wacht eventjes, wat? Oh, eens even. Wacht eventjes, hebben wij geen reverse hollow hierin gekregen? Nou, dat is namelijk een hollow rare. Even kijken, wat geeft deze voor aanvallen?
Charge, search your deck for a Lightning Energy card and attach it to this Pokémon, then shuffle your deck. Vertel heel erg snel dat je deze dus inderdaad kan opladen met stroomenergie. Dan met 3 energie kan je Electrobal doen voor 140 damage en hij heeft een GX move voor 3 stroomenergie. 100 keer flip 4 coins en hij doet 100 damage voor elke hit. Dan is hij ook wel decent, maar we moeten toch zeggen dat ik de Tornadus iets... meer prettiger vindt om te bij te hebben in verband met, ja, guaranteed damage natuurlijk. En ja, je kunt hem in elk deck plaatsen. Dus zeker een hele mooie promo kaart die erin zit. Ik zie hier een codekaart, die doen we gelijk even netjes aan de kant gooien. Eerst even kijken, hier hebben we dus inderdaad eigenlijk weer dezelfde kaart die we dus net ook hebben gezien. Die Legendary. Hartstikke mooi. Die hebben we net eigenlijk ook al gezien. En we hebben dus weer een Ultra Prism, Celestial Storms, Burning Shadows en weer een Ancient Origins. Weet je wat, laten we... Nou, Ancient Origins doen we gewoon maar als we het begin. Weet je wat, we doen gewoon diezelfde volgorde als net. Waarom ook niet? Heeft er nog een keer heel veel geluk gebracht? We gaan het nog een keer doen. Waarom ook niet? Ik hoop het in ieder geval. Ik bedoel, het is altijd een flip-flop. Het blijft natuurlijk een geluksverhaal als je de pakjes opent. Want dan heb je gezien met de Celestial Storms. Daarin zaten we alleen maar... Ik zie iets waar ik heel blij mee ben. Oh, ik zie iets waar ik heel blij mee ben. No! Ja, ik weet niet of jullie het ook al hadden gezien, maar ik serieus. Bedenk die oortjes maar alvast en rip het van users. Want wij hebben dus inderdaad... Ach, wat maakt het uit? Oeh, plastic ligt hier nog aan de kant. Zo, wat maakt het uit? Speciale kaart. Dus get used to it. Reversed Holo Regization was trouwens heel erg populair, aangezien dat dit een hele goede EX blok was in de X en Y tijd. Dus gaan we gelijk voor een Dirk! Gelijk een Gyarados bij, waarom ook niet? Ik denk dat dit serieus Mimic's favoriete aflevering is en mij ook eigenlijk in een tijdje, aangezien dat, ja, ik wil niet heel vervelend doen, maar ik bedoel, er zit een Eevee in het pakje. Ik zo blij als we nou nog een Eevee op moeten lezen. Maar het pakje krijgt een heel grap is. Ik serieus. Mijn woonwijk gaat dat niet leuk vinden. Burning Shadow, laten we daar eens even mee beginnen. Als ik hem ook krijg, tenminste. Kijk. We gaan het gewoon open hier. Zo. Oké. 1, 2, 3, 4. Voordat ik het vergeet. Psychic Energy, Super Scoop Up, Electabuzz, Sophocles, Fancier, Magikarp! Ik raak hier een beetje ruimte voor de bench, een beetje zo kwijt, weet je wel, lekker gewoon diep daar, nee, waarom ook niet. Mudbray, Alolan Rattata, Pampor, Alolan Grimer, Reverse Hollow, and holy... Leave you.
Hashtag Lucky Jon in de comments. We gaan er voor. Lucky Jon. Oké, in ieder geval. Ik ben er zeker op voor. Lucky Jon. Ja, Kleeshop vind ik ook nog steeds goed. Ik ben serieus. Wat er in de winkel gebeurde, had ik toen op je verwacht in mijn doos. Begint al goed. We beginnen namelijk wel op de schoen. Gemite. Pokémon Fanclub. Cosmoom. Dewpider. Piplup. Scroopy. Stunky. Yangoose. Hey, dit is Cyrus. Waarom niet gelijk een Ultra Prism? Dobbel! Xenotic! Nee, dank je, Jat. Jat, verdorie. Jat, de kleine zullen we liever kunnen zijn. Nee, hoor. Oh, jezus, jongens, toch. Wat is het toch? Deze die moet trouwens. Dat is onze regelaar. Die moet daarbij. Zo. Oké, laatste pakje. Celestial Storm, we gaan toch nog die spannende muziek weggooien van onze Mimeo nog niet. We hebben zoveel Magic Cards, dat hoort de spannende muziek, hoort er natuurlijk gewoon bij. Auw. Dat was mijn nagel in mijn vinger. Dat is niet echt prettig. Goed. Gaan wij afsluiten met een geweldige... Ik weet het gewoon echt niet meer. Gaan wij afsluiten... Met gewoon een doos waar... Gewoon een goudmijn. Deze doos is gewoon tot nu toe moment is het gewoon nog een goudmijn. We hebben Thunderous DX. We hebben de Prism. We hebben de Marshadow. We hebben Eevee. Heel belangrijk. Psychic Energy. De Mask Royale. Minior. Volbeat. Mudkip. Alolan Rattata. Slakoth. Surskit. Slugma. Reversed Hollow Switch. En Hollow Kyogre? Waarom ook niet? Nee, dat is die daar. En deze daar. Dus we beginnen. Dit is gewoon echt... Wauw! Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens.